En nu komt het, Vero. Oké. Zet je klaar voor de eneness of truth? De eneness? In de eneness of truth zitten 69 stellingen waar we allemaal bloed eerlijk op moeten antwoorden met ja of nee. Ik tel af 1, 2, 3 en dan gaat of ja of niet om. Ja, ja, oké. Spannend. Juffrouw. Dat vindt ze fijn, hè? Die tekst kent je al goed, hè? 1, 2, 3. Ja, dat is verder dan jij kunt tellen. Hè. Ik dacht tijdens het vrijen al aan een andere persoon dan mijn vrijpartner. Wat? 1, 2, 3. Oh, Vero! Iedereen, heb je ook nooit seks gehad en iemand anders gedaan? Nee. Allee. Jude Law. Nee. Dat is nee. Nu niet meer, vroeger. Alleen meer dan? Oh, nee. Ah, ja, maar je zit nooit lang samen. Ja, we get it. What? Ja, als je zo al 20 jaar met iemand samen zit, heb je toch zoiets. Zeg, ik ga even aan iemand. Ja, 20 jaar heb je nog niet gehad, maar 13 is toch al. Ja, het kan ook zijn dat iemand anders denkt om bepaalde dingen uit te stellen. Dus het kan ook in de andere richting. Ah, de oma. De oma. Dat is wel goed. Ik check altijd mijn ontlasting voor ik het toilet doorspoel. Oh my god. 1, 2, 3. Eerlijk? Wat? Duh. Allee! Goed, jij nog een kus? Ja. Ja, maar als je zo... dit is misschien niet zo deftig en proper allemaal, maar als je zo een goede rol hebt gelegd om het anders... Kijk jij elke keer in de pot? Heb je nog nooit naar je kak gekeken? Alles, maar dat toch niet elke keer? Ja, maar ook naar je urine en dat is blijkbaar ook wel heel belangrijk, want daar kun je toch veel uit afleiden als er iets in je lichaam zegt van... Oké, dokter. Nee. Zal ik eens beginnen doen? Je moet eigenlijk naar je ontlasting. Mag jij gewoon elke keer naar een rol zien? Niet altijd, maar je kijkt toch wel eens... Ja, dat was de vraag, hè? Oké, altijd. Ik doe dat altijd. Alsjeblieft. Oh my god. Wat voor vrouw. Ik had ooit al een blind date. 1, 2, 3. Een blind date. Toch? Ah, wacht. Een blind date. Nee, moet jij erover nadenken? Ja, sorry. Ik heb me echt vergist. Ik heb echt nog nooit een blind date gehad. Ik ook niet. Een echte? Ik ook niet, maar dat was voor een programma. Gotcha. Stokkans. Finale. Dat was zijn. Het is een goedje. Oké, ik ga wel eens zonder onderbroek de deur uit. Oef. 1, 2, 3. Als je nu liegt... Ah, dat weet ik zelf. Ja. Jij weet dat nog wel. Ah, ja, tuurlijk. Oh my god, was dat zo memorabel, of wat? Ja. Nee, je hebt een heel schoon lichaam, maar af en toe moest jij zonder ondergoed naar buiten, omdat het anders niet mooi in je jurk zat. Ja, dat weet ik. Ah, ja, tuurlijk. Ja. Maar dat tekent dat af, hè. Ja. Dat is een goede reden. Voilà. Wat is uw reden? Ah, je hebt dat niet gedaan. Nee. Ah, okay. Maar schat, sorry, jij? Ja, gewoon. Losse broek. Even ademen. Oh, maar dat zit de hele tijd zo te doen, doen, doen. Ja, schatjes, dat staat 90% van de tijd zo dat op sterk water. Dan moet dat af en toe wel lucht hebben. Sorry. Ja. Vero, maar durf je ook naar een feestje te gaan zonder ondergoed? Goh, ik denk dat dat als koppel wel eens leuk is als je dat zelf, als je dat onderling weet, zo, als... Ja. Hè? Maar bewust, alleen zo, nee. Ja, dit vinden we interessant. Ga maar door. Ja, nee, maar dat is het eigenlijk. Maar vandaag is alles aan. Ja, ja, mijn man is er niet bij. Ja. Dan heb ik er niet veel aan, natuurlijk. Ik heb het ene keer gedaan en nooit meer. En dan was ik echt waar, 12 jaar. Wow. En maar wacht even, er is een reden waarom ik het nooit meer gedaan heb. Dat is al direct scheef kijken. Oh, ik kan het raden. Je zat ergens tussen. Ja, ik zat ertussen. Oh. Oh, direct. Ja. Oh. En het meest gênante moment op een strand in Griekenland en mijn papa moest mij helpen. Oh. Dus die heeft zo... Dus ik heb het nooit meer gedaan. Ja, en sindsdien is mijn band tussen mijn papa ook anders geworden. Een beetje raar. Oh. Je papa je piemel moet vastpakken. Ja. Dus voilà. Never again.